Boekhandel is heel belangrijk. Het is cultureel iets. Het is boekhandel die verrijkt de mensen. Heeft een andere soort invloed in de stad of een dorp. Stel je voor dat je in een stad of een dorp zonder boekhandel, dat is echt armoede. Goedemorgen, met Isra Boekwinkel bij de A. Ja, zeg, ik wou graag een boek bestellen. Ik wou graag een boek bestellen van Jessica Doorlachen. Heb je dat, de stem? Ja, zeker, zeker. Die heb ik, ja. Ja. En dan wil ik nog iets voor mijn kleinkinderen. Zorgen jullie zelf? Zeker, zeker, ja, ja. Ik of mijn collega, maar zelfs ook zijn aantallen klanten, die hebben ze aangegeven van wij willen ook dat boeken bezorgen bij jullie. Dus dat is voor ons bedoel ik. Dus dat is wel heel fijn, fijn steun en gebaar van de klanten. Prima, dan ga ik even kijken wat voor mooie boeken. En naar welke adres wilt u hem hebben? Er zit echt heel veel werk hierachter, maar dat doen we met alle plezier. Dat doen we om te voorkomen dat de boekhandel blijft. En het blijft niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen, voor de stad. En dat doen we met veel liefde. Ja, ja, ja. Nou. Zeg maar, hoe gaat die bezorging eigenlijk? Nou, de bezorging gaat het als het hier dichtbij in de buurt of in de binnenstad of rondom de binnenstad, dan gaat het met de fiets. Soms ook op loopafstand, dus dat doen we dat ook. En als het iets verder, bijvoorbeeld de Albergen of Wierden of Friesveen of de rand van Almelo, Adorp met slecht weer, regenachtig, dus dan gaan we ook met de auto. Koop je boeken echt in je boekhandel, in je stad of in het dorp. In plaats van dat je online alleen bij retails. Dus dan voorkom je eigenlijk zo die scheefloop tussen dat een boekhandel die bestaat of alleen maar online.